Gisteren deden ruim 80.000 demonstranten mee aan de klimaatmars in Amsterdam. De grootste klimaatmars tot nu toe in Nederland. Deze mensen demonstreerden tegen de opwarming van de aarde. Maar de boodschap werd overschaduwd door anti-Israël geluiden tijdens de toespraken. Aan tafel Carla Dikfaber van Groene Kerken. Zij deed gisteren mee aan de klimaatmars. Mevrouw Dikfaber, van harte welkom. Dank. Hoe kijkt u terug op deze klimaatmars? Ja, op zich wel goed. De dag is echt heel mooi begonnen. We hadden een viering in de Dominicuskerk. Mm-hmm. Er was een bijeenkomst in de Westerkerk. En daarna zijn we dus op pad gegaan met een blok Christenen voor Klimaatrechtvaardigheid. Ik denk honderden mensen, misschien wel 1000 mensen die op de been waren. Allemaal om ons uit te spreken over de zorg voor Gods mooie schepping die teloor gaat. En het was eigenlijk gewoon een hele mooie dag, totdat we bij het Museumplein kwamen en daar geconfronteerd werden met de toespraken. Ja, want wat gebeurde daar? Kunt u dat schetsen? Want u was erbij. Ja, ik was erbij. En tegelijkertijd, ik stond met de groep Christenen voor Klimaatrechtvaardigheid best op grote afstand. Dus we konden ook niet precies zien en eerlijk gezegd ook niet heel goed verstaan wat er daar gebeurde. Maar op een gegeven moment merkten we wel dat er rumoer was en dat mensen zich afkeerden van het podium. En toen dachten wij ook, het is tijd om te gaan. Ja, want u bent toen ook gegaan, zegt u. Ja, zeker. Ja. En ik heb op een gegeven moment ook begrepen wat er gebeurd is op het podium. En ik vind het echt schandalig dat toch mensen zijn geweest die deze demonstratie benut hebben om hun eigen agenda daar neer te zetten. Ja, want kunt u dat kort schetsen? Er waren twee sprekers, in ieder geval de Afghaanse-Nederlandse schrijfster Sahar Shirzad. Ja. En de klimaatactiviste Greta Thunberg, die waren op het podium. Wat gebeurde daar? Ja, volgens mij heeft de schrijfster eerst gesproken en heeft zij het woord gegeven aan, als ik me goed herinner, in ieder geval een Palestijnse vrouw. Ik weet haar naam niet meer precies. Zij sprak die bekende leus uit die als antisemitisch wordt ervaren. Mm-hmm. En er is ook wel geprobeerd om haar door de luidsprekers uit te draaien, om haar het woord te ontnemen. Ja. Maar toen kreeg Greta Thunberg, die kreeg het woord en de microfoon. En ze heeft eigenlijk zelf niet eens een toespraak gehouden. Maar gelijk de microfoon teruggegeven aan de schrijfster met de Palestijnse vrouw. Ja. Die dus opnieuw probeerde hun statement te maken. En ja, dat had zo het karakter van antisemitisme. Mm. Dat mensen echt massaal ook wegliepen. En dat heb ik zelf dus ook gedaan met de groep. Ja. Ja, want hoe kwamen deze leuzen over op u? U vertelt, u was op grote afstand daar, dus u kreeg het maar zijdelings mee. Maar u zag wel de reactie van het publiek. Ja, ik zag de reactie van het publiek en ik kan dat heel goed begrijpen. Want ik ben de hele dag in Amsterdam geweest. Ik heb met de mars meegelopen. Ik heb zoveel mensen gesproken. En als je mensen spreekt, dan gaat het echt. We hebben gepraat over de mooie viering die we gehad hebben. Mm. We hebben gepraat over de zorg voor de schepping, over klimaatrechtvaardigheid, over hoe mensen in andere landen die partner deel hebben aan klimaatverandering, mensen in ontwikkelingslanden, de armste wereldwijd, die de gevolgen ondervinden van klimaatverandering die door ons veroorzaakt wordt in het Rijke Westen. Dat was het gesprek. Daarvoor waren we op de been gekomen. En ja, er was echt verontwaardiging dat er nu toch mensen zijn die met een andere agenda komen. En dus eigenlijk die boodschap van urgentie rondom het hele klimaatdebat overschaduwd hebben. Ja, hoe komt het eigenlijk dat op een klimaatbijeenkomst, we gaan het zo ook hebben over die organisatie Extinction Rebellion, maar hoe komt het dat podium dan wordt aangegrepen om het over dit conflict te hebben tussen Israël en Hamas? Ja, als ik Extinction Rebellion goed begrijp. Mm-hmm. Vinden zij dat de klimaatverandering wordt veroorzaakt door kolonialisme. En zij verwijten Israël ook een vorm van kolonialisme. Maar dat is hun verhaal. Mm. En zij hebben dus deze mars gebruikt om dat verhaal ook naar voren te brengen. En ik neem hen dat zeer, zeer, zeer kwalijk. Ik ben het ook absoluut niet mee eens. Nee. En ik werp het verder van me. En ik spreek niet met Extinction Rebellion. Ik werk niet met ze samen. Mm. Maar ik zou ze echt ten zeerste adviseren om als ze opkomen voor het klimaat, als ze dat willen, om het ook echt bij die boodschap te houden. En het en niet te vermengen met. Niet te politiseren en ook niet te vermengen met andere punten. Mm-hmm. Want er gaan dingen door elkaar lopen. Ja. En volgens mij is hun boodschap ook niet. Is het ook gewoon onwaar. Ja, er zijn ook een aantal mensen bij Extinction Rebellion die daar eerder bij betrokken zijn, maar vanwege hun standpunten over Israël en Palestina hebben besloten om de club te verlaten. Vindt u dat juist goed? Of zegt u van we moeten juist die eenheid vasthouden?
Ik vind het heel goed, nu Extinction Rebellion over deze grens heen gegaan is... dat mensen zich van Extinction Rebellion afkeren. En nogmaals, ik ben zelf niet met hen verbonden. Ik werk niet met hen samen. Ik heb zelf nooit contact gehad met hen. Maar ik ken wel een aantal mensen die wel contact met hen hebben... en ook wel verbonden zijn aan Extinction Rebellion. Ik zie nu inderdaad de een naar de ander de rug toekeren. En ik denk dat dat wel heel erg goed is. Ik bedoel, ja... we komen met elkaar op voor de zorg voor de schepping. Ja. Het is echt het klimaatbeleid wat ter discussie staat. En laten we vasthouden aan die boodschap. Het is al ingewikkeld genoeg. Ja, we gaan het hebben over de Mars. Want het conflict speelde daar een kleine rol in. U zegt al, van het heeft niks met de boodschap zelf te maken. Maar wat was de boodschap die die 80.000 mensen in Amsterdam wilden afgeven gisteren? Dat was een boodschap om goed voor deze aarde te zorgen. Een oproep aan de regering om goed voor deze aarde te zorgen. Om te komen met een beter klimaatbeleid. Ja. En ook die boodschap van rechtvaardigheid. Omdat de armsten wereldwijd nu al de gevolgen merken van klimaatverandering... die door ons in het Rijke Westen veroorzaakt worden. Mm-hmm. En dat is waar mensen voor op de been kwamen. Voor klimaatrechtvaardigheid. Ja, wat was uw persoonlijke drijf om uw zondag op te offeren... en daar in Amsterdam te gaan staan? Nou, ik vond het inderdaad een hele lastige afweging. Van moet ik dit doen op een zondag? En moet ik daar ook naar mijn schoenenkerken naartoe gaan op een zondag? Was ook echt niet ons idee om het op een zondag te organiseren. Maar ik vind ook tegelijkertijd... ik voel heel erg een roep vanuit de Bijbel, vanuit Gods woord... om ons in te zetten voor deze wereld, voor de aarde. Romeinen 8, vers 19. De aarde ziet rijkhalsend uit naar de openbaarwording die Gods kinderen zijn. Echt een roep vanuit de aarde dat we ons uitspreken. Dus ik dacht, ja, niet mijn idee op zondag, maar... Op zondagochtend kunnen we nog naar een viering. We kunnen bij elkaar komen, we kunnen God prijzen. Er was ook een hele mooie viering in de Dominicuskerk. Er zijn ook christenen geweest die gewoon naar hun eigen kerk gingen. En we zijn uiteindelijk allemaal samengekomen bij de Westerkerk, naar de Dam gelopen. En ik vind het gewoon heel goed als christenen daar present zijn. En misschien nog als kleine toevoeging. Niet alleen om zeg maar die urgentie te onderstrepen, maar ook die boodschap van hoop. Omdat ik ook geloof dat God deze wereld in zijn hand houdt. En dat is gewoon echt iets wat... Ja, wat mij ook wel weer de moed geeft om elke keer weer de stap naar voren te zetten. Ja, nou, u noemt het al, voorafgaand aan de Mars vond er een viering plaats. Waarom is het belangrijk om een kerkdienst te organiseren of een viering te organiseren voorafgaand aan een demonstratie? Ja, dit was een zondag, dus ik vond het sowieso heel erg logisch dat we 's morgens naar de kerk zouden gaan. En ik heb gewoon contact opgenomen met de Dominicuskerk. Van joh, er is een klimaatmars op een zondag. Niet mijn idee, maar nu het er toch is op zondag... zouden we bij jullie te gast kunnen zijn in de ochtenddienst. En ze zeiden, jullie zijn van harte welkom. We gaan het hebben over Deuteronomium. Dat is al gepland. En uiteindelijk paste het ontzettend goed. Dus wat is de boodschap die werd verkondigd er? Het was een boodschap... het ging over Mozes die zicht heeft op het beloofde land... maar niet om naar binnen mag gaan. En er stond boven de liturgie, moet ik even goed nadenken... de mislukking zit ingebakken. Nou, ik dacht echt, de mislukking zit ingebakken. En dat is eigenlijk ook wat Mozes al onder woorden brengt. Van, we gaan straks naar het beloofde land. Maar we zullen als mensheid zullen we het ook verprutsen. We gaan het niet redden. En tegelijkertijd is God er die dat mooie perspectief schetst. En dat zie ik ook in het klimaat. We hoeven het klimaat niet te redden. Dat zou ook een illusie zijn. We kunnen het ook niet redden. Maar we zijn wel geroepen om te doen wat we kunnen. En uiteindelijk houdt God deze wereld in zijn hand. Ja. Dus ik kon me heel erg identificeren met Mozes. Ja, u nam ook deel aan het blok, want die klimaatmars bestond ook uit verschillende onderdelen. U nam deel aan het blok Christenen en Klimaatrechtvaardigheid. Ja. Welk geluid wilde u daar laten horen? Ja, ik denk toch... dit tweeledige geluid. Aan de ene kant de urgentie onderstrepen van de zorg voor Gods schepping... Ja. Dat doen we nu gewoon echt niet goed. We zien allemaal de gevolgen van klimaatverandering. De ecosystemen die ten onder gaan. Vindt u dat christenen daar een extra verantwoordelijkheid hebben... ten opzichte van niet-christenen? Om iets te doen voor de schepping? Eigenlijk wel. Bedoel, niet dat we nou betere mensen zijn of zo, dat niet. Maar we zouden wel beter moeten weten. Want er staat natuurlijk heel veel in de Bijbel over de zorg voor Gods schepping. En als je goed de Bijbel leest, zijn we wel echt geroepen om daar ook een antwoord op te geven. Dus ik vind wel dat christenen daar een extra verantwoordelijkheid in hebben. En tegelijkertijd, we hebben dat wel heel lang aan andere mensen overgelaten. Ja. Dus ik vond, we liepen gisteren achteraan in de klimaatmars. En ik dacht, dat is eigenlijk wel een mooie plek voor ons. Laten we maar gewoon wel in die mars meegaan. Ondersteun het, maar niet te aanwezig. Maar niet vooraan. Mm-hmm. Dat zou ook aanmatigend zijn. Maar gewoon wel present, maar een beetje in de achterhoede. Ja. Er liepen ruim 80.000 mensen mee met deze mars. Dus de grootste klimaatmars tot nu toe. Wat zegt dat over
het sentiment in Nederland? Ja, ik denk dat mensen nu wel steeds meer de gevolgen van klimaatverandering om zich heen gaan zien. Ja, en dus ook op de been komen om zich uit te spreken voor een beter klimaatbeleid. Ja, ja, dus het gevoel van urgentie groeit wel. En ja, ik vind dat wel goed om te zien. En ik merk het ook met Groene Kerken, dat er steeds meer kerken zijn die met dit thema aan de slag gaan. En er is eigenlijk elke week wel een kerk die zich aansluit bij het netwerk van Groene Kerken. En ja, dat vind ik heel erg hoopvol. Ja, ja, mogelijk. Het zou kunnen dat er in het voorjaar weer een klimaatmars wordt georganiseerd. Als dat zo zou zijn, gaat u dan weer meedoen? Ja, nou kijk, we hebben als Groene Kerken hebben een missie. We willen ons uitspreken over de zorg van Gods schepping. En mensen stimuleren om daar handen en voeten aan te geven. Ik denk het wel, als het passend is. Mm-hmm. Ik heb tegelijkertijd, ook na gisteren, ik heb echt een kater van wat er gebeurd is. Ja. Maar ik wil ook niet zo'n mars laten kapen door een kleine groep die dan uiteindelijk het podium pakt. Dat is ook niet eerlijk naar al die 80.000 mensen die op de been gekomen zijn. Mm. En ja, wij waren er als christenen met dat blok aanwezig. Het was niet goed wat er aan het einde van de dag gebeurde. Nee. Maar dat we daar waren, die presentie, ik wil dat ook niet laten afpakken. Mm-hmm. En ons geluid niet laten overstemmen door wat er uiteindelijk op het podium gebeurde. Ik vind dat we echt een stap naar voren moeten zetten en ons moeten uitspreken voor de zorg voor Gods schepping. Ja, tot slot. Wanneer is een klimaatmars niet meer nodig volgens u? Het is verleidelijk om te zeggen. als Gods koninkrijk hier op aarde is. Mm-hmm. Omdat ik denk dat dat regeringsleiders uiteindelijk niet de maatregelen zullen nemen die nodig zijn. Mm-hmm. Dan zie ik toch wel het falen van mensen. Maar toch laten we hopen dat ik hier te somber in ben. En dat regeringsleiders wel hun verantwoordelijkheid nemen. Mm-hmm. En tot die tijd staat u gewoon op de Dam in Amsterdam. Ja, totdat regeringsleiders doen wat nodig is. Denk ik dat het goed is om present te zijn bij die... juist ook als christenen present te zijn bij die manifestaties. Ja. Carla Dick-Faber, hartelijk dank voor uw toelichting.